Welkom! In deze video gaan we jullie uitleggen hoe jij je Outlook mail kunt koppelen aan Otis Go. We gaan jullie stap voor stap doornemen door het hele proces om dat te realiseren. Daarvoor ga je eerst naar je Outlook mail en log je in op het account dat je wilt koppelen aan Otis. Eenmaal ingelogd kijk je bij de beschikbare mappen en klik je op Nieuwe map. Laten we de map Otis noemen. Druk op Enter en de map is aangemaakt. Je kunt ook PostHack-in direct synchroniseren en dan hoef je niet een nieuwe map aan te maken. Maar let wel op, dan kun je maximaal 500 mails synchroniseren. Om alvast te kunnen checken of de mail ook in Otis binnenkomt daadwerkelijk, pak ik alvast een mail uit Postvak in en slip ik hem naar de map. Vervolgens ga ik naar Otis Go. Ik ben al ingelogd, in dit geval op het account van mijn collega Ellen. Daarna klik je op jouw naam, of in dit geval Ellen, en dan klik je op gebruikersinstellingen. En nu zoek ik op IMAP. Nu check ik allereerst mail inkomende IMAP gebruikersnaam om te zien of daar het juiste Outlook mail vermeld staat. In dit geval staat het juiste mailadres al vermeld. Als het leeg is of als het verkeerde e-mailadres erin staat, vul dan het juiste e-mailadres in, degene die je wilt koppelen aan Noodus Go. Klik op bewaren. De volgende setting is IMAP Incoming of 2.0 Activation. Ik klik erop, niets geselecteerd, dus dan klik ik op Outlook. Nu, grant permission. Nu word ik doorverwezen naar Outlook en vanaf hier selecteer ik het juiste account waar ik het aan wil koppelen. Mogelijk moet je je wachtwoord hier nog invoeren, maar ik was al ingelogd. Dus in mijn geval is de grant permission al meteen geslaagd. In dit scherm kun je nog annuleren, maar in mijn geval klik ik op sluiten gewoon. Nu zoek ik weer op Trefwoord IMAP. Dan ga ik nu naar de laatste setting en dat is IMAP folders mappen. Ik klik erop en dan kom ik op het scherm configuratie inkomende IMAP-integratie. Bij IMAP map selecteer ik de map OTIS, de map die ik zojuist in Outlook heb aangemaakt. En bij OTIS map selecteer ik mijn inbox. Dan klik ik op bewaren en de instellingen zijn helemaal gelukt. En nu gaan we checken of de mail die ik aan het begin naar de map had versleept ook daadwerkelijk bij Otis binnenkomt. Dus ik ga even naar mijn e-mail inbox in Otis. En daar hebben we hem: het mailtje met het CV dat ik naar de map had versleept is inderdaad binnengekomen in Otis. Dus hiermee is de koppeling geslaagd.